Yo mensen, mijn naam is Johan, ik maak filmen voor YouTube en fijn dat jij loopt te kijken naar een nieuwe dagelijkse video. En vandaag gaan we het hebben over het onderwerp, namelijk geven. Waarom? Omdat daar ga ik zo meteen over hebben, maar ik wil het gewoon over hebben omdat ik er erg mee zit. En omdat ik wel eens merk dat mensen daar wel eens weerstand op kunnen bieden door te geven. En ik denk dat een van de dingen die wij het meest moeten toe gaan passen is geven. Want wanneer heb jij voor het laatst gegeven? Denk daar maar eens alvast over na. Maar goed lieve mensen, het is weer tijd voor een nieuwe dagelijkse video. Waarom? Gewoon, ik heb gewoon zin om even lekker dit te doen en jullie gaan wel in de volgende video een kaart zien. Dus wees niet bang, niet denken, oh, joh, nee, komt allemaal wel goed. Maar ja, weet je, ik heb vandaag weer een leuke dag gehad. Ik ben vanochtend begonnen met rijlessen en dat ging eigenlijk best wel goed. Ik moest vandaag over de snelweg, normaal doe ik dat eigenlijk nooit echt, maar ik ging vandaag over de snelweg en het ging allemaal heel goed. Het was wel spannend, want ik moest in één keer volle trap geven en rijden. Maar goed, het ging eigenlijk wel goed. En daarna ben ik afgezet bij de Albert Heijn hier in Oosterhout. En toen ben ik eventjes door mijn nicht, die ging ook rijden. Die rijdt trouwens ook echt super goed. Dus ook mocht je kijken, je doet het goed. Daarna ben ik even naar de Albert Heijn geweest en toen heb ik 2 muffins gekocht. En hier begon het eigenlijk, het onderwerp over het hier hebben. Ik liep naar buiten met die 2 muffins en op een gegeven moment kreeg ik het op mijn hart. Want er stond een man, ik weet niet of hij dakloos is, ik weet niet. In ieder geval, hij staat daar krantjes te verkopen en dat betekent dat hij niet veel geld heeft, omdat hij het krap heeft. En weet je, ik ga niet gelijk zeggen of een persoon dan arm is of dakloos of kijk, dat weet ik niet precies, maar dat boeit me ook niet. Maar ik kreeg wel op mijn hart en God zei tegen mij van hey, geef hem muffin, ga samen met hem die muffin eten, je hebt er 2, geef er allebei eentje en ga eten. En ik dacht van weet je wat, ik geef er gewoon eentje en we zijn gaan eten en ja, hij werd blij en wat vrolijk en ik zei moet je, ik zei wil ik wat drinken dan, want je ziet er een beetje door, wilde wat drinken. Hij zei, nou hoeft niet. Ik zei haal wel even wat te drinken voor ons. Dus ik naar binnen geweest en toen heb ik een sixpack cola gehaald en zelf een blikje Fernandes en gegeven en ik, ja, weet je, we zijn gewoon wat gaan drinken. We hebben even een praatje gemaakt over de kerk en ik heb nog eventjes een foto kunnen maken, want dat vond ik ook wel leuk. Dit is toch een soort van herinnering dat je hebt. Dus, en die foto heb ik op Facebook geplaatst, namelijk deze. Deze foto, hierin zie je dus dat ik met die man sta. En weet je, ik vind het zo leuk om te kunnen zien wat jullie ervan vinden. En begrijp me niet verkeerd, ik plaats deze foto niet voor de likes. Of niet van, oh kijk, Joel doet dit hier. Nee, wat ik hieruit wil duidelijk maken is geven. Nogmaals, geven. Ik weet je wat het is? Mensen, ik heb verschillende reacties gelezen. Sommige mensen die bieden dat dan iets weerstand op. Weet je, die zeggen van, maar waarom deel je altijd je goede daden? Waarom als je iets goeds doet, waarom moet je dat delen op Facebook? Jongens, luister. Facebook is een plek waar je dingen op kan plaatsen. Dingen die je zelf meemaakt, dingen die persoonlijk belangrijk voor jou zijn. Waarmee jij zit, wat jouw passie is, waarmee je zit. En dat kan je delen op Facebook. En of ik nou, als ik nou een foto wil delen van wat dan ook, of ik wil een liedje delen, of wat dan ook, ik deel het gewoon, weet je. En luister, ik doe dit nogmaals niet voor de likes, niet om te laten zien van hoe goed ik ben, maar hoe goed God is door mij heen. Weet je, ik stel mijn eigen elke dag beschikking tot God. Als God zegt, doe dat, ga ik dat doen. Ik had ook makkelijk kunnen zeggen, nee, ik loop naar huis en ik eet ze alle 2 op. Maar wat ik hieruit wil duidelijk maken, is van, als jij een zegen bent voor iemand anders, gaat God jou zegenen. Dat is gewoon het principe wat ik wil duidelijk maken. De Bijbel zegt, geef en jou zal gegeven worden. Weet je, en ik heb nou wel iets gegeven en, dat is, en waarom ik dat op Facebook wil plaatsen, waarom ik dat wil laten zien aan jullie, is om anderen te bemoedigen, om anderen wakker te kunnen schudden van luister, als jij iemand zo ziet, doe dat dan ook. Waarom? Omdat God jou wil zegenen. En dat kan hij niet doen als jij gewoon voorbij loopt en je hebt, weet je, nee, doe iets. Weet je wel, je kan wel geloven, maar praktijk, dat is hetgene wat God ziet. Dat is hetgene wat God graag wil zien. Als je gelooft in Jezus, doe dan ook de praktijk. Weet je wel, doe dan ook de dingen die staan in de Bijbel. Je kan geloven, dat is hartstikke goed. Maar luister lieve mensen, de duivel gelooft ook in Jezus. De demonen geloven ook in Jezus. Die geloven ook dat Jezus bestaat. Maar het ding is, ze zijn wel bang. Ze zijn wel dun. Maar het ding is er, weet je wel, geloof is hartstikke goed. Maar als je geloof niks doet, als je geloof geen daden heeft. Als je geloof geen manier heeft van expressie, van dingen doen, praten met anderen en anderen bemoedigen. Dan is je geloof dood. Dan is het gewoon dood. En daarom is het goed om dingen te doen, om dingen in de praktijk te brengen. Als ik even, ik ga zo meteen sluiten met deze video nogmaals. Maar als ik één ding aan jullie wil meegeven, degene die echt een goed voorbeeld gaf was Jezus. Jezus ging de straat op, die gaf de armen eten, die gaf de armen kleding, die genas de zieken, die deed zoveel. En daarom is mijn voorbeeld Jezus. En weet je wel, het is goed om iemand als voorbeeld te hebben. Je kan kiezen wie, maar ik kies voor Jezus. En als ik Jezus wil volgen, dan ben ik ook in zijn voetstappen stappen en ook de dingen doen die hij deed. En als ik anderen gelukkig kan maken door dingen te geven, daarom geef ik. Maar lieve mensen, ik ga sluiten met deze video en mijn vraag is vandaag aan jullie. Wanneer is de laatste keer dat jij gegeven hebt? Weet je wel, het hoeft geen armen te zijn, maar het kunnen ook collega's zijn, mensen op je werk, mensen op je school, anderen om je heen.
kijk, wees gewoon op de uitkijk en wees gewoon een zegen om te kunnen zegenen. Want als jij geeft, zal jij gegeven worden. En dan zal God zien dat jij naar hem luistert, dan zal God zien van wauw, wat geweldig dat mijn zoon en mijn dochter mij nadoet. En dat is zo geweldig, weet je wel. En ze zegt van naapen, nee, het gaat mij niet om naapen, het gaat mij om Jezus volgen. Er is een verschil tussen naapen en volgen. Ik wil volgen en als God zegt doe dat, ga ik dat doen. Weet je? En daarom, lieve mensen, ik deel het niet voor de likes, ik deel het niet om te laten zien van hoe geweldig ik ben, maar hoe geweldig hij is door mij heen. Spreek ik dan uit arrogantie? Nee, ik spreek helemaal niet uit arrogantie. Ik wil uit liefde spreken en uit de passie. En wat ik hoop is dat jullie dit ook kunnen gaan toepassen. Want ik deel dat, weet je, als je een leraar hebt, als je naar school gaat, heb je een leraar nodig die de dingen voordoet. Net zoals bij gym, wat voor lessen dan ook, je hebt iemand nodig die het voordoet. Daarom wil ik het gewoon kunnen zijn. En als dat kan zijn, wil ik het graag zijn. En nogmaals, misschien mochten dingen verkeerd overkomen. Maar zo bedoel ik het niet. Ik wil gewoon in liefde blijven wandelen en jullie altijd kunnen helpen en kunnen steunen. Hetzelfde met kaarten zie ik uitleggen. Ik wil jullie gewoon uitleggen en jullie gewoon kunnen geven, weet je. En dan, daarom is dat is gewoon mijn lievelingsmanier om gewoon zo op aarde te kunnen leven. Maar dat is in ieder geval wat ik vandaag wil meegeven aan jullie. En heb je een onderwerp voor de volgende video, laat het me eronder achter. Dan zal ik het daar wel over hebben in de volgende video. Maar ik bedank jullie voor het kijken en ik check jullie gewoon morgen weer terug met een nieuwe dagelijkse video. Mijn naam is Joel, ik bedank jullie voor het kijken en ik zeg ciao!